Nou, heel hartelijk welkom bij Libia's. We zijn aangekomen bij de laatste in de series Threads. En zegt tegen je buurman, buurvrouw, we doen vandaag een feestje. Ja, we hebben afgelopen weken veel gezien over fantastische mannen, vrouwen uit het Oude Testament. En we hebben gezien dat God een belofte gaf aan Abraham, Isaac en Jacob om een groot volk te geven en te maken. Simpelweg omdat het hart van Abraham uitging. Elke dag vinden God weer. En God zei, ik ga voor jou een groot man en een groot volk maken. En ik ga je zo groot maken als de sterren aan de hemel en het zand aan het strand. En God zei, weet je wat, ik ga jullie overal in supporten. En we kennen het verhaal dat ze uiteindelijk in Egypte terechtkomen, een groot volk worden. Door de Rode Zee gaan, dat ze allemaal integraal gedoopt worden. Het was een feestje, of niet? Echt wel, ongelooflijk. En ze komen uiteindelijk in het beloofde land. En in die woestijn had God 10 geboden gegeven. Wetten waarvan hij wist, zolang we dat met z'n allen gaan doen, dan geeft dat leven in overvloed. En God zegt, houd die wetten dicht bij je hart. En ik zal altijd met jullie zijn. Maar voor ze het wisten, wisten ze eigenlijk niet meer wie God was, wisten ze eigenlijk niet meer wie ze zelf waren, wisten ze eigenlijk niet meer dat ze het volk van God waren met zo'n grote belofte. En voor ze het wisten werden ze weggevoerd en overgenomen door de Perzen, het Perzische Rijk. En komen ze op een plek waarin er zoveel gebeurt en ze moeten leven als slaven. Het land wordt verwoest, hun mooie stad Jeruzalem met die fantastische muren was niks meer van over. En soms voelt dat als ons eigen leven, dat we soms vergeten zijn wie we zelf zijn, dat we soms vergeten zijn wie God is en wat hij met ons van plan is. En voor het weten zitten we dan op de blaren waarvan we denken, hey, hoe ben ik eigenlijk zo ver gekomen? Op een goed moment zijn er wat mensen die teruggaan naar de stad Jeruzalem en de tempel gaan herbouwen. Maar er is ergens één man in Perzië die de wijnproever van de koning van Perzië is. En op een dag komt hij bedroefd bij de koning, met wijn. En de koning denkt, er is hier iets aan de hand. En hij vraagt Nehemia, waarom ben je zo bedroefd? En Nehemia zegt, ik kan niet langer wachten terug te gaan naar mijn land, naar mijn stad Jeruzalem, van mijn God, en die muren te herbouwen van mijn stad, van mijn God. En de koning van Perzië geeft hem een vrijgeleide terug naar Israël, met mensen, met materiële, om die muren weer te herbouwen. En na 52 dagen herbouwen ze de muren nadat ze 150 jaar lang in puin hebben gelegen. Is dat een reden voor een feestje? Oh yes, lees me mee wat er gebeurt. Ga thuis een feestmaal klaarmaken met lekker eten en heerlijke dranken. En deel daarvan uit aan de mensen die zich dat niet kunnen veroorloven. Deze dag is aan onze Heer gewijd. En wees niet treurig. Put kracht uit de vrede die de Heer u geeft. Het thema vandaag is overwinningen vieren. Ik stel voor dat we samen gaan vragen Jezus ons nieuwe perspectieven te geven op hoe we zowel doelen kunnen stellen, ons kunnen oprekken en opstretchen en tegelijkertijd gaandeweg overwinningen gaan vieren. Zullen we binnen? Lees, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u gestretched bent in uw leven. Dank u wel dat u zich op liet rekken. Maar tegelijkertijd hoogtepunten wist te vieren. Overwinningen wist te vieren. Over wat u deed in uw leven. Lees, dank u wel voor Nehemia, voor zijn passie. Die u op zijn hart gelegd heeft om die muur te herbouwen. Een veilige plek te creëren. Waar mensen weer kunnen werken en bouwen aan de toekomst. Dat hij in 52 dagen met mannen, vrouwen en kinderen een wonder wist te doen. Simpelweg omdat hij een wonder door hun wilde doen. Bij mensen die u zoeken. Geef ons nieuwe oren en nieuwe perspectief vanavond. Om datgene te zien wat u voor ons en voor mij heeft klaarleggen. Amen. Een aantal jaren geleden zijn mevrouw en ik deze kerk gestart en
We dachten, oh nice, we gaan even een cakeje starten en dat doen we eventjes. En het zit zo vol met honderden mensen. En we zijn in de tussentijd wijzer geworden. En dat sommige zaken niet uit de lucht komen vallen. Het is geen teleurstelling, maar meer een realiteit en een bevestiging van dat voor niets gaat de zon op. En we droomden van een grote kerk en daar dromen we nog steeds van. En we hebben gezien wat daarvoor mogelijk was. En ik vergeet nooit meer de allereerste start van de kerk 5 jaar geleden in De Waag. Fantastisch. Er waren meerdere mensen bij voor jullie. En aan het eind van die avond hebben we zo'n ongelooflijk feest gevierd. En dat zijn we altijd blijven doen in de stretch van ons als kerk. En afgelopen jaar heb ik zo genoten van de musical die we hier hebben gehouden, The Way Back. En we waren al zo lang aan het voorbereiden, maar ik keek zelf maar uit naar één moment. En dat was na de laatste musical. En niet na de laatste musical, maar wat er daarna zou gebeuren. En we hadden alles voorbereid om een laatste musical te doen. Mensen te ontvangen, we waren weer pumped. En we wisten, we gaan nu de beste musical geven van al die 5 die we gegeven. En het was ook de beste. Maar voor mij was dat punt om daar te komen misschien nog veel belangrijker. Om die overwinning te vieren met het hele team en al die mensen die er waren. En ik vergeet nooit meer dat we een grote fles champagne hadden. En we hadden nog veel meer champagne, we hadden hapjes, drankjes, salade. We hebben mensen vier in hun kont gedouwd om datgene te overwinnen en te winnen en te vieren wat God door eens had gedaan. En dat is simpelweg wat God door jou en door mij heen wil doen om overwinningen te vieren. Maar je kunt je voorstellen dat je soms in je leven, zeker als, zitten hier nog ouders in de zaal? Ja, de meeste, het is altijd een beetje, de avond is een beetje heel erg het ene of het andere. Ze zijn of 50 plus, of 60 eigenlijk, of we zitten echt ruim onder de 30. Is zo, hè? Ja. Nou, het is soms een beetje spannend, weet je. Dat je aan de ene kant wil je doelen stellen, stretchen. En aan de andere kant wil je feestvieren. Zie je feestvierers? Tuurlijk, er zitten altijd wel feestvierers bij. Maar daartussen zit altijd een beetje zo'n spanningsveld. Want als je gaat stretchen en je gaat te ver, wat gebeurt er dan? Ja, dan ga je misschien wel door je hoef heen. Of je gaat zo lang over je grens heen dat je een burn-out krijgt en het is helemaal te veel, je trekt allemaal niet meer. Het een of het ander gebeurt. Stretchen is belangrijk. Buiten je comfortzone stappen, genieten van wat God door jou heen wil doen. Maar als je een stap verder zet en je komt in de zone van de dood, dan kan het maar zo over zijn. Aan de andere kant is het zo belangrijk om die overwinningen, die doelen die je gesteld hebt, ook echt te vieren en te genieten van wat God door je gedaan heeft. Want dat is het zo belangrijk. En dat zien we ook in het verhaal van Nehemia. En misschien heb je ook een roeping en een frustratie ergens dat je doelen wilt halen. En dat je stretched. Maar dat het soms net iets te veel is. Of misschien soms net iets te weinig. Wat is goed genoeg? Nou, deze mensen hebben in een stad geleefd die 150 jaar lang geen muren had. En als je dan in 52 dagen de muren weer op hoogte weet te brengen, is dat een wonder? Oh, absoluut. Voor die tijd was het enorm. Het was niet eventjes een haaskraantje en een shoveltje en een kippenhakje. Alles met de hand. En ze vierden feest en dat deden ze op de volgende manier. Op de dag van de zevende maand, op de eerste dag van de zevende maand, toen de Israëlieten eenmaal in hun steden woonden, kwam het volk massaal bijeen op het plein voor de waterpoort. En ze vroegen Esdra, die een kenner van de wet was, het boek te gaan halen waarin de wet stond die de Heer door Mozes aan Israël had opgelegd. De priester Esdra bracht het wetboek naar de plaats waar de mensen zich verzamelden hadden, mannen, vrouwen en kinderen, voor zover die tot de jaren van verstand gekomen waren. Wat betekent, dat mag je zelf invullen. Maar wat als we het woord wet horen? Wat voel jij dan? Is het niet positief of wel? Het woord wet, als het wet horen, denk je over. En dan denk ik over te hard rijden, of over je belasting moet uitbetalen, of dat soort dingen, toch? Je moet je aan de wet houden. Dat klinkt bij ons een beetje heel ver. Maar Gods wet is eigenlijk Gods wens voor jou en voor mij. Het is een beetje als een handleiding. Wie heeft er wel eens een handleiding gelezen?
ja, je leest hem pas als je hem echt nodig hebt, toch? He, dan heb je zo'n tv gekocht en dan denk je, oh, is nice, oh, dat lukt niet en dat lukt niet. En dan ben je bij alles geprobeerd. Dan denk je, nou, laat ik nu maar die handleiding gelezen. En dan lees je die handleiding en denk je, oh, nice, dat kan het ook en dat kan het ook en dat kan het ook en dat kan het ook. Nice, alleen voor de mannen. De vrouwen zijn na één pagina klaar en zijn ze helemaal de weg kwijt. Is zo, mijn vrouw zegt, het is wel lastig. Nou, in ieder geval, het is als een handleiding, zodat je die hele tv helemaal van A tot Z kan gebruiken. En je denkt van, wauw, ik heb toch wat gekocht wat echt heel nice is. Nou, zo is het eigenlijk een beetje met de wet ook. Het is als een soort punt van, coach, wat is het doel van een coach? Het beste uit mensen te halen, maar dat is niet genoeg, toch? Want we gaan voor nummer 1, toch? Afgelopen week was ik op een Pastors time-out met 50 ICF-volgangers. En ik had me op één ding voorbereid. Eén, dat ik Nederlander ben en dat er nogal wat Duitsers waren. Hey Arie, hoe gaat het? Ja, goed. Hoe staat het met Oranje? Oké. Wat vind je ervan? Nou, wel verdiend hoor, wel verdiend. Komt de volgende uit. Hey Arie, hoe is het met Oranje? Nou, is nu wel goed. Oké. Ja, maar zitten die in het EK? Nee, weet ik. Prima zo. Hey, komt er nog een Duitse? Hey, Arie, niet naar mij, hè? Vorig jaar, een paar jaar geleden nog bijna in de Wereldcup, weet je. En nu... Het is gemaakt om er nummer 1 te zijn. Wie wil er nummer 1 zijn? Jullie zijn geen leugenaars. Wie wil er nummer 1 zijn? Juist, die zijn we wat eerder. Iedereen wil er nummer 1 zijn. Iedereen wil succes hebben. Iedereen wil iets bijzonders in zijn leven doen. En dat is exact wat God ook wil. En dat is waarom die wet gegeven had aan zijn volk Israël. Waarvan hij wist, als mijn mensen zich aan dat wetboek, aan die handleiding, met die coach dat gaan doen. Dan wordt het een groot volk met zoveel als de sterren aan de hemel en het zand aan het strand. Is een ander perspectief of niet? Die mensen hadden iets meegemaakt met God. Waarvan ze zeiden, als we dit in 52 dagen kunnen doen, wat kunnen we dan nog meer doen in de toekomst? Zo'n moment in je leven waarin je God voelt werken. En je zoiets hebt van, ik wil eigenlijk wel meer weten van die God. Hoe denkt hij eigenlijk? Hoe voelt hij eigenlijk? Hoe reageert hij eigenlijk op mij en alles wat ik zeg en alles wat ik denk? Is zo bijzonder. Ze waren overbluft van alles wat God had gedaan en wilden meer over hem weten. Maar we leven gek genoeg in een tijd waarin we graag doelen willen stellen en feest willen vieren. Maar misschien nog veel meer alleen feest willen vieren en geen doelen willen stellen, toch? Want we denken dat de zon voor niks opgaat. En je ouders proberen je te vertellen dat het echt niet zo is. Maar het is zo belangrijk om aan de ene kant doelen te stellen, jezelf op te rekken en tegelijkertijd feest te vieren over de overwinningen die je hebt. Nou, er gebeurde nog iets bijzonders daar op het plein. Daar op het plein voor de waterpoort las hij daaruit voor vanaf de morgen tot aan de middag. Vanaf de morgen tot aan de middag. Wie zou hier 5 uur naar mij willen luisteren? Stelletje leugenaars. Deuren dicht, we gaan beginnen. 5 uur is nice. Iedereen moet je eens een keer zo'n dingetje gunnen, weet je. Is zo nice. Nou, Ezra was een van de priesters die ook teruggegaan was van Perzië terug naar Juda in de stad Israël. En was een van de priesters. En iedereen luisterde aandachtig. Ezra, de kenner van de wet, stond daarbij op een houten verhoging. Die voor die gelegenheid gemaakt werd. Ziet het helemaal voor je. Zagen timmeren, verhogentje maken, daar stond Ezra op. Rechts van hem stonden Mattia en nog heel veel andere mensen. Nou, het is je moet het zelfs niet te moeilijk maken. Het is zondagavond, het is bijna 7:30, weet je. We moeten zo'n feestje maken. Oké. Soms moet je een podium bouwen voor je overwinning. Om datgene waar je zo hard voor gezwoegd hebt, waar je zo hard voor getraind hebt, waar je zo hard voor gediend hebt of God voor gehoorzaamd hebt. Simpelweg te vieren dat je volgehouden hebt. En als ik naar ICF kijk, dan ben ik zo trots op de mensen die vanaf het allereerste begin hebben volgehouden. Volhouden en weten
Wat God de afgelopen 5 jaar gedaan heeft, is alleen maar het begin. En die mensen zijn zo in hun hart veranderd. Die zijn zo op zoek naar God gegaan. Want ze wisten, als dat God is, dan wil ik daar nog veel meer van horen en zien. En dat is echt super interessant. Maar de grap is, waarom vierden ze op de eerste dag van de 7e maand een feestje? Waarom op de eerste dag van de 7e maand een feestje vieren? Was dat een bijzondere dag? Was dat een heilige dag? Wat was er nou precies aan die dag? Waarom precies die dag? Nou, omdat het gewoon kan. Ja, die dag was helemaal niet bijzonder. Er is zoveel nijsheid gebeurd. Laten we nu simpelweg feestje doen. Slikker, hè? Die mensen hadden iets meegemaakt, iets gezien waarvan ze dachten, wauw. En de eerste dag van de 7e maand was net zo makkelijk vandaag of morgen, waarvan je denkt, wat is er vandaag? Maar er valt simpelweg iets te vieren, toch? In ieder geval onze nieuwe MC, Laura. Er valt altijd wat te vieren in jouw leven, in jouw relatie met Jezus. Alleen bij Nederlanders denken altijd van, ja, weet je, wat was het nou eigenlijk? Ach, nu was het echt gewoon zo bijzonder. Gewoon leuk, genoeg, Matthijs. Ja, Matthijs is ook awesome. Ja. Maar alleen omdat hij bij een smoproep gezeten heeft. Ja. Sindsdien ging het bergafwaarts nu zijn eigen smoproep hebben. Dat kan je ook vieren. Want ik ben blij dat hij weg is. Overwinningen valt altijd te vieren. Johan vindt het ook heel erg lekker. Het is zo belangrijk om overwinningen te vieren. Michael, jij had ook van een feestje. Daar is hij heel erg goed in. Glazen. Alright. Applaus voor Michael. Nou, die mensen die waren op dat moment zo ongelooflijk van God. Heel nice. Nou, het is, ja, ik heb nog op de glazen, kan je nog even door. Jij mag niet meer, je hebt de hele fles leeg gedronken vanochtend. Echt, niet te geloven. Van je familie moet je het hebben, weet je. Nou, zo'n podium moet je simpelweg gewoon soms gewoon bouwen. Omdat het simpelweg kan. En als je ergens zo lang en zo hard voor gezwoegd hebt, dan moet je simpelweg een feestje bouwen. Nou, mevrouw weet dat ik hou van feestjes bouwen, maar ik ben nog eerder een stretcher dan een feestbouwer. Sommige mensen weten het ook. Ah, dan komt hij zeikert weer, zeggen ze. Maar hij haalt wel het beste uit. Dat is wat ik ben. Ik hou van kwaliteit. Ik hou van mooie dingen doen. Ik hou van samen dingen voor God doen. Dat is mijn hart, dat is mijn passie. Maar ik weet dat als je dat te lang doet, gebeurt het een of het ander. Maar wat er ook gebeurt, en zeker als je ouder bent of als je samenwerkt met mensen, dat als je te lang blijft piepen en mouwen en blijft stretchen, dan zeg je misschien niet, je doet het slecht. Maar we zeggen wel, het is nog niet goed genoeg. En als we te lang blijven stretchen, dan haalt dat het zelfvertrouwen van jezelf of het vertrouwen van andere mensen naar beneden toe. Waarvan ze denken, ben ik nou echt niet goed bezig? Terwijl ze misschien eigenlijk zo ontzettend goed bezig zijn. En daarom is het zo belangrijk om feestjes te vieren, om highlights te vieren. En we doen dat in small groups, we doen dat in teams, we doen het in celebrations, voor en daarna. Om simpelweg die highlights te vieren. En als er iemand nieuw meespeelt of nieuw meezingt, applausje voor Elise. Yeah. Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat mensen meebouwen, dat ze hun passie, hun hart en hun God gegeven talenten inzetten. En dat is tijd voor een feestje, iets bijzonders te gaan doen. Nou, het is een beetje zoals God, want God maakt de God ook wel eens feestjes.
van Jezus weten. Met de mannen erop uit, visje bakken, wijntje erbij. Genieten wat er gebeurd was die dag. Hadden we weer 15.000 eten, geven we 10.000 eten. Dat je denkt, dat was wel cool, een mannen dag. Maar hoe zit het met God eigenlijk? En we lezen erover in Genesis, een van de eerste boeken in de Bijbel. En je leest daar dat Gods geest ging over de water heen en bedacht zich wat er allemaal mogelijk was. Maar toen God sprak, was het er. En God sprak op de eerste dag en het was er. Wat zei God aan het eind van de eerste dag? Dat is op zijn Nederlands. Het was goed. Wauw. Hij genoot van simpelweg dat moment wat hij gemaakt had. Moet je eens kijken, wat is... Wauw. En de tweede dag ging Gods geest weer over de wereld heen en bedacht zich wat er mogelijk was. Maar toen God pas sprak, was het er. En wat zei God aan het eind van de tweede dag? Wauw. Het was goed. De derde dag. God geest ging weer over de wereld heen en bedacht zich wat er mogelijk was. Maar toen God sprak, was het er. En aan het eind van de derde dag zei hij... Wauw, het was goed. Dag 4, dag 5, dag 6. En wat zei God aan het eind van dag 6? Het was zeer goed. Hij vierde een feestje, genoot van alles wat er was. Hij genoot simpelweg van alle... einddoelen, van alle tussenstappen om datgene te vieren wat het te vieren viel. Nou, ze werkt ook een beetje met kinderen. Maar soms doen we dat heel gek. Nou, ik heb een kleintje van 5 en een kleintje van 1. En die kleine van 1, die kan net een paar maanden lopen, is afgelopen zomer, was het zover. En die is echt zo fel, die kleine. Die begon eigenlijk al in het voorjaar, ging zo een beetje langs de tafel, langs de bank, weet je, zo gaat het de kinderen. Een beetje oversteken en dat soort dingen. En op een gegeven moment stond ze bij de stoel, stond ze vast en dacht van, nou, ik ga gewoon lopen. En toen kwam ze erachter, oh, ik kan eigenlijk helemaal niet lopen. Maar als ze dan losgelaten had, en ik had het gezien, wat dacht ik dan? Wauw. Afgelopen week zat ik door mijn Google Foto's heen te scrollen op mijn iPhone. En ik kwam bij foto's terecht van 5 jaar geleden, waar we op de ICF Conference. Met het eerste team wat we van ICF hadden. We zaten met z'n allen lekker te eten, we hadden een leuke plek. En mijn oudste dochter was toen ook net 1 jaar geweest. En ik kwam een filmpje tegen dat ze bij mijn zusje zat en ze ging staan en ze zette haar eerste stappen in Zwitserland Holy Ground. En ik hoor mijn vrouw op de achtergrond van het filmpje. Wauw! Wie waren erbij? Cool, dat is echt zo. Je denkt van, wauw. Maar weet je wat nou het gek is? Dat we dat soort hele kleine dingen in ons eigen leven vaak niet meer zien. En dat is een beetje zoiets van, ja leuk dat het kind loopt, maar ja, weet je, zo kan ze natuurlijk nooit de wereld aan. Dat is waar, doen we soms ook. Je hebt zo'n fantastische, mooie stap gezet. Misschien is het maar, nou, wat is een bachelor? Je hebt er zo hard voor gewerkt. Of misschien is het maar die ene paper af. Misschien is het maar de ene projectgroep af. Misschien is het maar, waarom niet gewoon simpelweg dat soort momenten genieten van wat God door jou heen gedaan heeft. En dat soort momenten te vieren. Omdat het je blijdschap en je realiteit van God op dat moment zo groot maakt. En je zelfvertrouwen steeds groter maakt. Nou, sommige mensen van de teams weten... Ik kan soms een beetje met pijn in de jas zijn, of niet? Maar ze weten allemaal stuk voor stuk. Dat ik voortdurend zeg, ga staan op de dingen die je al hebt laten zien. Je bent awesome, je bent te gek, je bent wonderbaar, machtig gemaakt. En laten we dat hart opentrekken en dan de hele wereld laten zien. En elke keer bij zo'n stap weer een highlight te maken en een feestje te maken. Er valt zoveel feest te vieren. En te genieten van wat God in jou en in mijn leven doet. Nou, we leven soms een beetje in een samenleving waarbij ik denk van, ja weet je, het komt een beetje allemaal vanzelf. Toch? Wanneer je ouders denken, als die maar niet elke dag gaat vieren. Toch?
En inderdaad, soms komen ook mensen naar de kerk toe. Dus denk je, ja, wat kan de kerk voor mij betekenen? Maar het is niet zo zozeer wat de kerk voor jou kan betekenen. Natuurlijk, de kerk betekent heel veel voor je. Maar jij kan zoveel voor Gods kerk betekenen. Voor zijn lichaam. En dat moet je soms gaan doen en gaan voelen en ervaren. En stap voor stap daarvan te gaan genieten. En als je simpelweg ergens gewoon... Wie heeft er van die afvaldoelen voor 2016? Als je eind januari 2 kilo afgebeld bent, neem je gewoon een burger om het te vieren. Of misschien geen burger, gewoon een komkommetje of zo. Hey, maar je moet ergens dat vieren, datgene wat je gedaan hebt op dat moment. Nou, het heeft te maken met trainen, doen en genieten. En we hebben vanaf dag 1 vanaf ICF hebben we zoveel dingen gevierd. Want alles binnen ICF komt niet vanzelf. Ik kan me nog de dag herinneren dat we begonnen met Kids World hiernaast. Elke zondagochtend hebben we nu. Voor sommige mensen een vanzelfsprekendheid. Voor de mensen die begonnen was het week in, week uit, week in, week uit, week in, week uit. Daar zijn programma's verzinnen en de kids datgene te geven wat misschien niemand anders kon geven. De tweede band binnen ICF, dat was revolutionair. Wauw, we hoeven niet elke week meer, gewoon om de 2 weken. Toch? Is zo. En waar we die vocals en al die muzikanten vandaan hebben gehad, dat was een wonder op een wonder op een wonder op een wonder. Wanneer we elke keer die highlights hebben gevierd van alles wat er gebeurde. De eerste small group, de eerste small group training, de eerste big day die we gevierd hebben. Ik heb op kantoor heb ik nog het eerste boekje liggen met alle handtekeningen van mensen die er de eerste keer bij waren. Lekker puur, als je er niet bij was. Je moet dat soort dingen vieren. God doet zulke bijzondere dingen. En als ik terugkijk op alles wat God gedaan heeft, dat maakt God zo realistisch, zo groot, zo reëel in jou en mijn leven. Soms moet je even stilstaan bij wat God doet in je leven en dat gewoon simpelweg vieren, omdat het kan. God heeft precies hetzelfde, waarom niet precies hetzelfde doen? En ik doe het in mijn leven ook. Mijn vrouw is er iets beter in, haar guilty pleasures zijn wijn en chocola, een beetje te vast. Nou, maar wat is nou zo bijzonder aan dat feestvieren? Nou, misschien niet zozeer dat het extern is, dat het cool is, dat we partypoppers hebben, dat we wijn hebben, dat we bubbels hebben, dat we taart hebben. Maar misschien is het veel meer iets interns, waarin je je hart decoreert met bubbels en medailles en fantastische dingen over wat God door en in jouw leven gedaan heeft. Waarin je zelfvertrouwen zo sterk wordt, waarin je identiteit steeds groter wordt. Je respect voor een machtige God nog groter wordt. En je steeds meer op de knieën brengt om nog meer doelen te stellen. Die samen met God te gaan halen. En al die highlights te vieren. Met de wetenschap dat God van je houdt. Dat hij door je heen wil werken, net zoals God door je heen werkt. Iets bijzonders dit. Iets machtigs steeds. Net zo hoorde van de wet. De reactie was als volgt. Het volk ging weer staan toen de levieten hun de wet begonnen uit te leggen. Het waren heel veel mensen. Ze lazen voor uit het boek uit Gods wet. En gaven daarbij een toelichting. En ze legden uit wat er was gelezen. Zodat iedereen het kon begrijpen. Dit is mijn passie, onze passie als ICF om de Bijbel zo uit te leggen dat iedereen het begrijpt en op maandag er iets mee kan. Toen het volk kennis nam van de inhoud van de wet, kreeg iedereen tranen in de ogen. Maar de gouverneur Nehemia, de priester Ezra, de kenner van de wet en de levieten die uitleg hadden gegeven, zeiden: deze dag is aan de Heer, uw God, gewijd. Het is een bijzondere dag. Er is dus helemaal geen reden voor rouw of voor tranen. Mensen hoorden voor het eerst Gods wens voor hun leven. Dat hij iets bijzonders door hen heen wilde gaan doen. En dat is geen nieuws. Dat is wat God al duizenden jaren tegen mij en tegen jou zegt. Omdat hij van je houdt. Wat hij je gemaakt heeft om simpelweg van je te houden op nummer 1. Maar op basis daarvan iets door je heen te doen, is Gods wens altijd al geweest.
En het was op dat moment dat die mensen die wet van hoorden, die handleiding weer hoorden, die wens, die woorden, die gedachten van God hoorden over hun leven, hun hart raakten. Ik dacht, voor mij. Niet 50, niet 100, niet 1000. Maar duizenden mensen die geraakt werden door wat God door hen heen gedaan had. Door een muur te bouwen. Door die wensen te horen van wat God voor zich zag om door hen heen te gaan doen. Dat maakte hun hart weken, zacht en emotioneel. Die muren stonden er. Wat heb je aan muren om je stad? Veiligheid. En de wetenschap dat er nog zoveel moest gebeuren. Er was geen onderwijs, er waren geen wegen. Alles lag aan pijn, maar ze wisten, God is met ons. En als God dit kan doen, dan kan hij nog veel meer gaan doen. En dat is wat ze raakt. En dat is wat mij raakt als persoon. Als vader en twee dochters. Ook als voorganger. Als ik soms zie hoe we als kerken met z'n allen erbij liggen. En ik zie wat God kan doen door kerken, wat er mogelijk is. Dan krijg ik tranen in mijn ogen. Als ik zie wat we alleen al in IJsjef in huis hebben aan gaven en talenten en passie. Wat we de afgelopen 5 jaar hebben gedaan. En hoe dat mensenlevens heeft veranderd. Best is yet to come. Dan kan ik zo uitkijken naar een ladies lounge. Waar minimaal 100 vrouwen daar zitten. Te kijken wat heeft God afgelopen jaar gedaan. En wat kan hij voor een nieuwe horizon geven. In mijn leven waar ik nog veel meer naar uit kan leven. Door de stormen, door de mist heen. Naar die ene stip op de horizon. Of een musical. Al zoveel mensen zo lang mee bezig, met zoveel passie, met zoveel geweld, met zoveel alles erop en eraan om die 1600 mensen te ontvangen in de stadsgehoorzaal. Simpelweg omdat het kan. En dan kijk ik maar weer uit naar dat ene moment na die musical, waar we weer veer in die kont duwen van Aard en al die andere mensen. En kunnen vieren wat God al 5 jaar lang door ons heen doet. Van wonder naar wonder, van zegen naar zegen. Omdat God super van ons houdt. En we genieten van zijn hart, we genieten van zijn wet, omdat het leven geeft. En dat niet voor onszelf houden, maar doorgeven aan de mensen om ons heen. Ik kan niet wachten op al die highlights in mijn leven, in jouw leven. Ik kan niet wachten op al die feestjes die we samen nog gaan vieren als kerk. Over alles wat God nog door ons, in ons gaat doen als kerk. Zo samen ben. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wat u doet. Dank u wel voor wat u gedaan hebt. Dat u altijd al ons gemaakt heeft om van ons te houden. Maar dat niet alleen, dat u iets door ons heen wil doen. Net zoals u door Abraham deed. Net zoals u door Isaac deed, net zoals hij door Jacob deed, net zoals hij door Jozef deed, net zoals hij door Nehemia deed, honderden jaren later. Hij heeft ons gemaakt om ons te houden. Hij heeft ons gemaakt om iets in deze wereld te veranderen. En een betere plek te maken. Beginnen bij uw kerk. Jezus, dank u wel dat we die plek mogen bouwen met sterke muren. Waarin we mensen veilig kunnen ontvangen. Waarin ze geliefd worden. Waarin ze geaccepteerd worden. Waarin we het beste van onszelf aan u geven. Omdat u het beste van uzelf aan ons gaf. Uw eigen zoon. Jezus, we willen feest vieren vandaag. Feest vieren in de toekomst. Vanwege het feit dat u uw zoon stuurde. Om van ons te houden. Maar nog veel meer feest vieren dat we elke dag het beste van onszelf aan u kunnen teruggeven. Door uw doelen na te streven. Door uw doelen te halen. En feest te vieren. Feest te vieren.
feest te vieren. Om daarna weer opgerekt te worden, opgerekt te worden. U te zien werken in ons leven, door deze kerk, in deze stad. En weer feest te vieren, opgerekt te worden, opgerekt te worden. Feest te vieren, feest te vieren, feest te vieren. Over wat u in en door ons leven heen doet. Heer, dank u wel dat u uw kerk bouwt. Dank u wel dat u de juiste mensen op het juiste tijdstip stuurt. Jezus, wilt u ons helpen. Heilige Geest, vul ons hart nog meer. Om die mensen in onze omgeving, onze vrienden, broers, zussen, kennissen, simpelweg in hun leven te zijn. Te genieten van hun overwinning. Te genieten van hun highlights. Te genieten van hun doelen die ze gehaald hebben. Samen met hun feest te vieren. Om ergens tussen dat alles door te laten zien wat voor machtig groot God u bent. Ze uit te nodigen voor een celebration. Ze uit te nodigen voor een musical. In de hoop, in de wetenschap dat u ergens hun hart aanraakt. Dat ze u mogen zien. En voor de rest van hun leven verliefd mogen worden. Voor wie u bent en wat u voor ons gedaan heeft. Dus dank u wel voor alles wat u de afgelopen 5 jaar gedaan heeft in deze fantastische kerk. We zien er veel meer uit dan al die jaren die nog voor ons liggen. Waarin we met u mogen samenwerken. Uw kerk, uw lichaam mogen bouwen. Met al die God gegeven talenten die u in ons gelegd heeft. Samen. Eén. Voor één God. Eén doel. Uit dankbaarheid voor wat u voor ons deed. Misschien zit u hier. Heb je misschien iets kleins of iets groots te vieren of God voor de danken? Zeg het simpelweg met je eigen woorden. Wat Jezus voor jou gedaan heeft. Afgelopen tijd. Vandaag. Misschien komende week.